Ja, dan mag ik beginnen. Sir. We zijn een soort conditietest aan het doen. Net bij de dokter geweest. En nu wordt er gezocht naar mijn hartslagzones om straks te gaan trainen voor de 1000 kilometer. Ik heb het peterschap aanvaard omdat men het mij vorig jaar al had gevraagd, maar ik toen niet kon. Maar ik wil het toen wel heel erg graag doen. Omdat kanker een ziekte is die overal opduikt. Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Dat vind ik goed aan de 1000 kilometer, dat je niet alleen het gezicht bent van, maar dat je ook actief meedoet. En dat je zelf ook wat oplet. Iets meer sport, iets gezonder eet. Beetje afvallen, zo'n kleine dingen die soms ook al belangrijk zijn om kanker tegen te houden. En het mooie ook aan de 1000 kilometer is dat je mensen verenigt. En iedereen komt samen en gaat fietsen, wat een hele leuke gebeurtenis is. En ondertussen reflecteer je over een vreselijke problematiek. Uiteindelijk is het even fietsen, maar vooral amuseren en op het eind van de rit verwezenlijk je wat je wil verwezenlijken. En ik hou mij dan persoonlijk altijd recht aan heel veel mensen die moedig strijden. En ik denk, als we dat allemaal samen doen, dat we los die 1000 kilometer, ik denk zelfs dat we 2 dagen kunnen doen. Denk ik.